Wie wordt de opvolger van Wibmer van der Boppelaane? Het is de 10e keer dat deze prestigieuze prijs uitgereikt gaat worden. Het paard van het jaar 2021 is geworden... Nou, een merrie. En dan blijven nog maar 2 genomineerden over. Het paard van het jaar is... De moeder van de paarden die nu 1 voor 1 in de baan binnenkomen. Namelijk Boukje C. Proficiat. Fokke van het jaar 2021 is geworden Gert Sands. Wat een emotie. Hier komt alles bij elkaar. Paard van het jaar, Boukje C. Fokker van het jaar, Gert Sands.